Niels Verberg, mooi debuut hè, voor Waasland Beveren. Ik denk het wel, tegen mijn ex-ploeg dan nog. Dus ja, mooi debuut. Ik denk verdiend gelijk spel. De club had misschien wat betere kansen en meer ballen zitten, maar ik denk dat we 95 minuten hard gewerkt hebben voor dat punt. En zo verdienen we toch ook al dat punt, vind ik. Tegen de competitieleider, een heel sterk Waasland Beveren, had je dat verwacht? Ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen weken heel sterk bezig zijn. En we hadden heel sterk voor Club Brugge vandaag en dat hebben we getoond ook. Dus we hadden gewerkt voor die drie punten, maar ik ben blij met het gelijk spel vandaag ook. Had je de basisplaats voor jezelf verwacht? In het begin van de week zag je op training een beetje de basisploeg. Dus ik heb me wel op voorbereid dat ik vandaag kon starten. En ik was heel blij dat ik vandaag een dag terug mocht beginnen. Proficiat met het punt. Bedankt. Erdin, Demir, that was a good moment to score a goal. Ja, yeah, het was in the end. It's an important point. 1-1. We take one point and now we can continue and fight for the one playoff place. I'm always happy when the stadium is packed like this to see that explosion at the end. It was beautiful. Today it was very good atmosphere. Our supporters, they support us all the way and it was very nice. It helped us players, so it's very good. 34 points is the most Waasland Beveren has ever had in the first division with still 4 games to go. Yeah, that's nice. That's a good sign. We make it good and we have 4 games left. We're gonna go full these last 4 games to try to take more points. Congratulations. Thank you.